Er zijn veel problemen, zegt hij. Bijvoorbeeld oplopende wachtlijsten voor inburgeringscursussen, migranten die met z'n allen in de bijstand zitten. En ook het grootste probleem eigenlijk wat u noemt, zijn de Somaliërs en Eritreërs, die eigenlijk überhaupt niet integreren en ook al snel in de bijstand terechtkomen. Er moet echt wat veranderen, dat zegt minister Koolmees dus. En hij eist daarbij veel verantwoordelijkheid van gemeenten. Hij wil bijvoorbeeld dat die gemeenten een soort scan gaan doen om zo te kijken wat voor personen ze nou eigenlijk precies in de kuip hebben. En zo kan namelijk makkelijker bepaald worden wat voor vervolgtraject dan het beste is. En hij wil ook dat vanaf dag 1 met taalles begonnen wordt. En dat de gemeenten dus ook die taallessen zelf inkopen bij bureaus die daarin gespecialiseerd zijn. Dat wordt nog wel een kluif, denk ik. Of niet, Wouter? Wat denk jij? Nou ja, het is interessant dat Wouter Koolmees aantreedt en eigenlijk een paar weken na zijn aantreden al gelijk een streep probeert te zetten onder het vorige beleid, namelijk van zijn voorganger Asscher. Hij zegt dat hij er toch meer bovenop wil gaan zitten. De vraag is natuurlijk... Dus wat strenger? Ja, op de schop nemen, er bovenop zitten. De vraag is of dat gaat lukken. Er zijn veel ministers al geweest die dit hebben geprobeerd. Integratie is een hele lastige taak. Is veel wensdenken vooral. Je wil graag dat mensen gaan meedoen en integreren. Maar de praktijk pakt altijd weer barstiger uit. Dus de vraag is of hij na zijn periode ook echt de resultaten kan laten zien. Hij schept wel verwachtingen. Precies, hij schept wel verwachtingen.